Nu het schoolseizoen is afgelopen, is met de vakanties het kampeerseizoen begonnen. En omdat steeds meer mensen besluiten een tent te kopen, en dan liefst zo'n linnen bungalow, hebben wij gemeend voor die nieuwelingen wat eenvoudige tips op film te moeten vastleggen. Als het huis eenmaal overeind staat, wat zo'n eerste keer allerminst meevalt, dan is het zaak om het goed te verankeren. Het is het beste om de pennen schuin in de grond te steken en ze zo enigszins mogelijk goed te borgen. Dan bestaat er de minste kans op een luchtreis bij sterke wind. Het scheuren van het frame is daarvoor ook aan te bevelen. Men denkt niet dat zomerstormen uitsluitend in Nederland voorkomen. Daarom is het verstandig om altijd voldoende stormlijnen mee te nemen en ook de kleine tenten extra te beschermen. Een ervaren buurman zal u graag helpen bij de juiste bevestiging ervan. Binnen koken verdient al geen aanbeveling, maar men doet het in ieder geval niet in de nabijheid van het tentdoek. Wie op gas kookt, moet wel eens een nieuwe tank aansluiten. Een brandende sigaret daarbij is levensgevaarlijk, omdat er op het moment van het aansluiten zeer brandbaar gas kan ontsnappen. Hier helpt alleen een reisongevallenverzekering. Ook met de petroleum- of benzinevergasser is het oppassen geblazen, daarbij onjuist gebruik de brander snel in een fakkel verandert. Daarom nooit in de tent aansteken, anders zou men de tent wel eens kunnen aansteken. En hoewel velen de warmte zoeken, kan deze hitte toch nimmer de bedoeling zijn. Wij wensen u een prettige vakantie. Thank you.